hoe is dat een trainingskamp, niet als speler, maar als directeur? Het bevalt me prima. Het is niet de eerste keer, moet ik zeggen. Ik heb het met ADO Den Haag ook al vaker gedaan. Maar het prettige is dat je hier hele korte lijnen hebt, gelijk kort kan sluiten als er wat is. Jan is natuurlijk in de buurt en dat vind ik wel heel prettig. Ja, sommige mensen zeggen dan moet een technisch directeur niet bij andere trainingskampen langs gaan, bij andere clubs langs gaan om te kijken waar dan die ene deal nog zit. Nee, want als je ziet, de transfer van Mark bijvoorbeeld hebben we ook gewoon hier afgerond vanuit Turkije. Dat gaat tegenwoordig natuurlijk veel makkelijker. Dat is een kwestie van mailen en terugsturen. Dus alles wat er gebeurt gaat ook niet langs me heen. Dus alles krijg je mee en dat kan ook van de vier. Dus dat gaat prima. We zien jou regelmatig met de telefoon aan je oren staan. Hoe druk is Peter Hofstede hier? Ja, je merkt dat het januari is. Dan gaan alle zaakwaarnemers ook weer bellen en iedereen zijn spelers aanbieden. En soms is het positief en soms is het, kost het een hoop energie en levert het weinig op. Maar goed, het hoort erbij en je weet dat het in januari gebeurt, dus geen probleem. Hoe staat de selectie hier op dit moment in jouw ogen voor? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk heel lang geroepen dat we een middenvelder wilden, een verdedigende middenvelder en een aanvaller. Die verdedigende middenvelder hebben we met Mark nu binnengehaald. En die aanvallers zijn we nog naar op zoek. En dat een moeilijke zoektocht is, dat zal duidelijk zijn. Want we moeten iemand hebben die kwaliteit toevoegt aan onze selectie. Dus dat is wel een opgave, maar daar doen we ons best voor. Dus het mooiste zou zijn een speler die fit is, inzetbaar is en niveau heeft. Maar dat die moeilijk te vinden is, dat zal duidelijk zijn. Dan even terugkijken naar afgelopen zomer. De Graafschap heeft redelijk eerste divisie gericht ingekocht, om het maar zo te zeggen. Is dat ook iets wat je dan nu in de ranglijst terugziet? Ja, de feiten, de cijfers liegen niet. De spelers die we hebben gehaald op het moment dat we wisten dat we zouden promoveren zijn jongens die denk ik toch wat bovenkant eerste divisie zijn, hè, Jupiler League. Maar goed, je ziet toch ook dat die moeite hebben met de aanpassing naar de eredivisie. Het verschil is enorm. En uiteindelijk moet je misschien wel concluderen dat je kwalitatief minder bent dan de meeste andere selecties. Maar we hebben dat aardig gecompenseerd, vind ik, met het voetbal en de strijd die hebben we laten zien. We zijn nauwelijks weggespeeld door de andere teams. Alleen het valt net steeds de verkeerde kant op. En net die klik pakken van nou resultaten, punten meenemen en dan maar eens een keer de boel op slot gooien. Die stap moeten we denk ik nog maken. Moet je dan niet gewoon een echte klootzak halen die het team een beetje op sleeptouw kan nemen? Ja, maar om daarop te selecteren is ook wel lastig. Maar het mag van mij betreft wel, ja.